aandacht voor te vragen heeft Rob Jette, Kamerlid voor D66, een video opgenomen samen met andere Nederlanders. Waarin ze vertellen over wat ze dagelijks voor haatberichten krijgen, simpelweg omdat ze homo zijn. Homo. Ja, het is een beetje een harde video. Er komen allerlei woorden in voorbij, zoals homo, flikker, pisnicht. En dat doen we omdat heel veel mensen in Nederland elke dag met die woorden te maken krijgen. Achterlijke flikker, stinkhomo. Nou, vorig jaar ging die video echt over online haat. Is toen ook heel veel over gesproken, veel reacties op geweest. Maar ook veel mensen die tegen mij zeiden, dit overkomt me elke dag. Niet alleen online, maar ook op school, op het werk, op straat. En ik zou het zo fijn vinden als dan omstanders, andere mensen ook zouden ingrijpen als het gebeurt. Vandaar vandaag deze video. Stop gewoon met die haat. Love is love. Ja, en dan denken we dat we in Nederland toch wel zo geëmancipeerd zijn en zo. Ik schrik hier toch van. Ja, nee, ik vond het heel goed dat Rob Jette dat vorig jaar deed. Want in plaats van altijd weer eerst naar de overheid te kijken, we moeten ook wat weerbaarheid in de samenleving hebben om met elkaar op te staan voor homoseksuelen. Mm-hmm. Bedoel, dit is een land wat zich tot nu toe altijd kon, trots was op het feit dat we zo liberaal waren. En dat moeten we vooral houden. Ja, hoe is het in zo'n stad als Rotterdam? Nou, niet anders dan in andere steden. Wij proberen natuurlijk hier met constant vanuit het college heel veel werk te verzetten op het gebied van dat iedereen gelijk is. Mm-hmm. We geven op heel veel scholen ook daar extra lessen in. We hebben allerlei organisaties die op het gebied van gelijke behandeling, homoseksualiteit en allerlei andere dingen waar je eventueel op gepest of gediscrimineerd zou kunnen worden om daar kinderen in te onderwijzen. Het begint echt allemaal bij, wat mij betreft, bij goed onderwijs. Zeker. Maar daar is nog zeker werk te verzetten, helaas. Dat blijkt ook uit de Twitterbericht die Rob Jette krijgt. Ja. Goed om bij stil te staan dan vandaag. We hebben natuurlijk ook een verslaggever hier rondlopen, Nicky.